Ja, je krijgt het niet cadeau. Iedereen aan het werk krijgen, daar is de politiek in deze moeilijke tijden vooral mee bezig. Maar, vindt mijn volgende gast, de vraag is niet, heeft iedereen een job? Wel, heeft die job eigenlijk zin? Frisse ideeën van historicus en schrijver Rutger Bregman. Ja, Rutger, wat je doet is eigenlijk vloeken, een beetje vloeken in de kerk, want meestal is het echt erg om je job überhaupt kwijt te geraken. En jij zegt, ach, iedereen een job, dat is niet helemaal het heikele punt. Het moet een ander soort job worden. Nou, ik zeg eigenlijk vooral dat het niet per definitie goed nieuws is als de werkloosheid daalt. Mm-hmm. Als het blijkt dat er heel veel mensen een baan hebben waarvan ze eigenlijk zelf zeggen. Dus het is niet dat ik het zeg of zo, maar mensen zeggen ja? Het zelf. Dat als ze morgen niet opkomen dagen op hun werk, dat de wereld daar niet armer, lelijker of leger of zo van wordt. Ja. Dus wat is de kwaliteit van die jobs? Wat voegt het toe? Heeft het zin? Mm. Dus te veel mensen werken blijkbaar in een lege doos? Of een nou, job een term... die zelfs niet zinvol ervaren? Nou, de term komt eigenlijk van een Amerikaanse antropoloog. Die noemt het echt een bullshit job. En die zegt ook, mensen definiëren dat voor zichzelf. En toen ik hier zelf voor het eerst over schreef, toen kwam tot mijn grote verbazing een kleine biechtindustrie op gang in mijn e-mailbox. Van allerlei Facebook, mensen die... Facebook en Twitter. Van allemaal hun... mensen die zeiden van... Je hebt dat heb ik ook. Ongelooflijk. Ja. Dus het zijn banen waar moet je aan denken. Je kan denken, je werkt bij de overheid en ben je eindeloos vergaderingen aan het doen over co-creatie in de netwerksamenleving, zoiets. En je denkt, wat heeft het voor zin? Of je werkt in de financiële sector en je helpt vooral corrupte oligarchen om belasting weg te sluizen of zo. Daar hebben we een heleboel van in Nederland. Moet je niet wat aan doen. Je werkt bij een patentenbureau of zo. En wat je eigenlijk vooral doet, is patenten aanvragen, zodat je kan procederen tegen andere bedrijven die wel iets nuttigs doen met hun tijd. Mm-hmm. En dus niet om zelf iets te winnen, maar gewoon om een rechtszaak te winnen. Ja. Heel veel van dat soort type banen zijn er. Vaak verdienen ze trouwens ook behoorlijk goed. Je moet er ook heel slim voor zijn vaak. Maar ze voegen niks toe. Nee, misschien moet je toch nog eens proberen duidelijker te omschrijven. Want voor ons is het begrip nieuw. Mm-hmm. Wat dat dan precies is, een bullshit job. Want die mensen, al die mensen die jij nu opnoemt, zullen zichzelf best ook wel belangrijk vinden. Ja. Vinden dat ze iets bijdragen. Ja, je zou kunnen zeggen dat er in sommige gevallen een soort van vals bewustzijn aanwezig kan zijn. Je kent de term misschien van Karl Marx, onze oude vriend. Die zei van... Die zei van, het proletariaat, dat komt niet in opstaan tegen de bezittende klasse, omdat ze een soort van vals bewustzijn hebben door religie en nationalisme. En daarom zien ze niet hoe erg ze onderdrukt worden. Ja? Ik denk dat dat allemaal niet meer zo relevant is, die theorie. Ik denk dat we op dit moment eerder een vals bewustzijn hebben bij veel mensen aan de bovenkant van de ladder. Die zien iedere maand dat geld binnenkomen en die denken van, ja, weet je, ik verdien zo goed, ik heb niet echt een idee wat ik toevoeg. Maar ja, het zal wel zin hebben, want ze betalen me er geweldig voor. Oké, goed. Voor we verder praten, Rutger, we hebben iets leuks gevonden. Een filmpje over wat zo'n bullshit job zou kunnen zijn. Dan begrijpen we het beter. Our company has a new strategic initiative to increase market penetration, maximize brand loyalty and enhance intangible assets. In pursuit of these objectives, we've started a new project for which we require 7 red lines. I understand your company can help us in this matter. Of course. Walter here will be the project manager. Walter, we can do this, can't we? Yes, of course. Anderson here is our expert in all matters related to the drawing of red lines. We've brought him along today to share his professional opinion. Nice to meet you. Well, you all know me. This is Justine, our company's design specialist. Hello. We need you to draw 7 red lines, all of them strictly perpendicular. Some with green ink and some with transparent. Can you do that?
Do you describe what you imagine the end result would look like? Oh, come on, Anderson, what have we got here? Kindergarten? No, I'm just trying to... No, let's not waste our time with these unproductive quarrels. The task has been set. The task is plain and clear. Well, this is very productive. Thank you all. Heerlijk toch? Lucht verkopen voor heel veel geld. Ja, ik denk dat dat herkenbaar moet zijn. Ja. Wat is de tegenhanger dan? Wat is een geweldig zinvolle job? Nou, wat ik zie en wat ik ook merkte in veel reacties is dat mensen zeiden van ja, ik heb dan wel een baan af en toe en ik moet mijn geld binnenkrijgen. Bijvoorbeeld, ik sprak voor consultants en die zeggen ook van ja, nee, ik dacht dat ze boos werden, maar dat was helemaal niet aan de orde. Iedereen bevestigde. Nee, en dan zeggen mensen tegen mij achteraf bij de borrel, die zeggen van ja, weet je hoe het werkt? Ik doe in het grootste deel van mijn tijd ben ik bezig met dat werk waarvan ik eigenlijk niet echt geloof dat het zinvol is. Maar dan heb ik weer wat geld verdiend en dan kan ik weer mijn zinnige vrijwilligerswerk bijvoorbeeld financieren. Of bijvoorbeeld journalisten die zeggen, ja, ik moet dan, het grootste deel van mijn tijd moet ik onzinnige PR-verhaaltjes schrijven voor bedrijven die ik eigenlijk veracht. Maar dan kan ik daarna weer wat onderzoeksjournalistiek financieren naar precies dat soort bedrijven. Dus dat is een beetje hoe het gaat. We leven in een wereld die enerzijds rijker is en veiliger, gezonder dan ooit. We hebben een enorme welvaart. Maar door dat dogma van gij moet en zult in een betaalde baan zitten, zijn we steeds meer bullshit gaan produceren en bullshit gaan doen. Ja, en we moeten dus opnieuw naar het zinvolle geraken. Ik laat eerst eens mevrouw Homans reageren, want ik zie zeer veel vraagtekens in uw blik. Ja, nee, ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zich soms afvragen, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is nu eigenlijk de inhoud, de meerwaarde van mijn job? Maar ik begrijp eigenlijk niet goed wat dan de uitkomst is. Wil dat dan zeggen dat al die mensen hun job moeten laten staan? Hoe gaan die dan nog aan een inkomen geraken? Wie gaat dat betalen? Moet de overheid dat dan doen? Dat lijkt mij ook niet zo'n goed idee, want dan komen we terug bij uw oude vriend, denk ik. En dat lijkt me dan ook niet de goede oplossing te zijn. Dus, maar ik kan me absoluut wel voorstellen dat heel veel mensen zich af en toe, of soms meestal, zich de vraag stellen van wat doe ik eigenlijk? Heb ik hier nog arbeidsvreugde over, ja of nee? Ja. Maar dan kan je ofwel op zoek gaan naar een nieuwe baan, ofwel van de overheid gaan afhangen. En of dat een goede tendens en een goede switch is, daar Rutger, maar dat is niet de bedoeling, hè? We moeten gewoon heel anders naar werk gaan kijken. Ik denk dat u nog een beetje 19e-eeuwse ideeën aanhoudt over werk. Dat zeg maar, wat zinvol is. Dat moet doen in een hiërarchische relatie ten opzichte van een werkgever. Ik ben een groot voorstander van dat we iedereen gewoon een basisinkomen zouden geven. Ja, daar hebben we het al eens over gehad hier. Hè? Zelf kan besluiten van wat zinvol is. En het blijkt ook van heel veel experimenten is dat mensen dan meer tijd kunnen gaan besteden aan dingen die ze echt belangrijk vinden. Wat is dat dan? Waar heb ik het dan steeds over? Nou, mijn stelling is altijd, vraag mensen gewoon op een sterfbed. Dat heeft een keer een palliatief verpleegster gedaan. En het blijkt dan, als je mensen vraagt om een sterfbed, van wat had ik graag anders willen doen in mijn leven, dan zeggen ze niet, ik had graag meer PowerPoint-presentaties van collega's willen bekijken. Ja, of rollen. Dan zeggen ze eigenlijk altijd van, ik had meer tijd willen besteden aan vrienden, familie, aan hobby, aan sport, meer vrijwilligerswerk willen doen, meer actief willen zijn in de politiek, soms meer tijd in mijn bedrijf willen stoppen, weet ik veel wat. Er zijn heel veel dingen die een leven rijk kunnen maken. Alleen, we leven gewoon in een wereld waarin mensen vaak steeds minder tijd hebben voor dingen die ze belangrijk vinden. Ja. Maar wie gaat dan dat basisinkomen betalen? Hoe we dat gaan betalen? Ja. Gewoon de overheid, dus ouderwets, belasting. Okay. Maar de overheid moet toch ook aan die inkomsten komen? Ja, tuurlijk. En hoe gebeurt dat dan? Kijk, wat we nu hebben is grote... Ja, Michael, ik ga het jou ook meteen. Maar u heeft een ouderwets middel... Oké, maar misschien wel, maar bon. U denkt eigenlijk dat herverdeling alleen plaatsvindt via de overheid. Maar u zegt het zelf. Dus u zegt van iedereen moet... Over dat basisinkomen hebben we het al eens hier een halve avond gehad. Dus ik wil eigenlijk terug... Dat is een als iedereen een basisinkomen moet krijgen en de overheid moet dat betalen, zijn er toch ook wel mensen nodig die de overheid het geld geven om iedereen een basisinkomen te geven? Ja, maar we geven nu mensen in de financiële sector een basisinkomen. Dat is absurd. Ja, maar dat zijn de financiële instellingen die dat betalen, niet de overheid. Ja, op kosten van de belastingbetaler, toch? Noemen we dat. Ja. Dus wat er nu gebeurt is... Dit is cruciaal dat ik zeg. Michael, eerst even. Maar ik heb net onlangs ontdekt dat het totaalvermogen in België 1200 miljard is. En als we heel België van alle volwassenen een maand een basisinkomen van 1000 euro willen geven, hebben we 82 miljard per jaar nodig. Exact 10% van het totaalvermogen van België. Dus ik denk, als je dan 10% van dat vermogen herinvesteert in onze samenleving, dan zou het misschien wel eens kunnen lukken. Maar ik ben gefascineerd. Ik ben niet zeker of het kan lukken. Zult je nog meer films maken? Ik wil heel graag even 10% van mijn vermogen afgeven. Laten we terugkomen naar dat zinvolle werk. Ja, ik wil graag even terug naar wat er in de reële economie gebeurt. Want als je het alleen over geld gaat hebben, is dat vaak
afleidend. We denken vaak van iemand verdient veel geld, dus die zal wel veel bijdragen. Denk eens aan je eigen baan en denk eens wat zou er nou gebeuren als ik morgen ga staken. Nou, er zijn bepaalde categorieën van beroepen die vaak slecht verdienen, maar als ze gaan staken morgen, dan stort de hele boel in. Vuilnisman is denk ik een simpel voorbeeld. Verplegers, politieagenten. Als ze gaan staken, dan is dat een groot probleem. Er zijn heel veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld een stad kan een staking van vuilnismannen ongeveer een week aan en dan is totale noodtoestand. Wat gebeurt er als alle consultants gaan staken? Wat gebeurt er als de hele financiële sector gaat staken? Ik heb lang gezocht naar een voorbeeld. Dan moet je echt lang zoeken. Er zijn heel veel stakingen van vuilnismannen geweest. Ik kom één voorbeeld tegen van bankiers die gingen staken. Dat was in 1970 in Ierland. En ik mag één keer raden wat er gebeurde. Helemaal niks. Gewoon ontstond van bottom-up ontstond een eigen geldsysteem eigenlijk. De Ierse pubs, die namen eigenlijk het hele geldsysteem over. De econoom die hier een studie over schreef achteraf, die zei van ja, als je handelt in liquide middelen, dan kan je ook nog wel wat andere liquide middelen erbij doen. Kortom, volgens mij, als je gaat kijken naar de reële economie, dan is er gewoon heel veel bullshit. Als je alleen gaat nadenken over in termen van geld en die cashflows richting de overheid, et cetera. We hebben nu gewoon keiharde vormen van herverdeling richting dit soort sectoren van mensen die eigenlijk niks bijdragen, maar wel een goed leven. Dus eigenlijk pleit je er ook voor dat mensen zoals bijvoorbeeld vuilnisophalers, onderwijsmensen, verplegers. Als wij een meritocratie veel willen meer, zijn, wel. Veel meer zouden ik ben een liberaal in hart en nieren. Ik zeg, je moet werken voor je geld. Dus je moet een bijdrage leveren. Je moet iets doen waar mensen wat aan hebben. En we hebben nu heel veel mensen die heel veel geld verdienen, maar eigenlijk welvaart vernietigen. Dat is absurd. Als jij een vuilnisman bent en je gaat staken en na een week is de stad naar de knoppen, dan denk ik dus dat je grof beloond moet worden inderdaad voor je werk. Dus dat lijkt mij uitstekend. Omdat je zo onmisbaar bent. Ja. Dat is toch niet zo'n gekke gedachte, of? Nee, chantage, mon bon. Laten we niet te veel naar House of Cards teruggrijpen. Sorry, het is een meritocratische Ik vraag me nu gewoon, het is een mooie gedachte, maar het is ook een milde revolutionaire gedachten. Met andere woorden, hoe geraken we dan volgens jou uit de spiraal waarin we nu zitten? Want dan moet je over naar een heel andere filosofie waar een heleboel mensen het niet mee eens zullen zijn. Hè? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat 95% van de mensen is meritocratisch bijvoorbeeld. Die gelooft dat je iets moet doen voor je geld. Alleen ze hebben het niet zo goed door dat er heel veel mensen eigenlijk niks doen voor hun geld. Dus dat heeft van alles te maken. Ik vind het heel charmant. Maar dat heel, heeft alles te maken met ook dat ouderwetse, ja, sorry, volgens mij 19e eeuwse dogma van gij moet dat en wilt werken voor dat is de derde keer dat je dat zegt. Ja, maar dat is het echt. Alleen een Nederlander hier. Maar ik ben heel hard onder de indruk van uw overtuigingskracht. Maar de logica ontgaat me een beetje als u zegt van ja, de vuilnisman en dergelijke meer. Maar je moet toch wel, om het systeem in stand te houden, toch ook mensen hebben die meer bijdragen. Om het systeem te kunnen handhaven. Maar misschien het systeem van de solidariteit. Denken, misschien moet je niet denken, hoe kunnen we dat... Je moet gewoon denken, dat is een goed idee, laten we daar naar werken. Maar we hebben, denk ik, in dit land... ik weet niet hoe dat het juist in Nederland zit. Maar het perfecte voorbeeld van de sociale zekerheid en onze welvaartsstaat en solidariteit. Diegenen die heel veel verdienen, dragen ook heel veel bij. Diegenen die jammer genoeg minder verdienen, moeten minder bijdragen. De mensen die jammer genoeg zonder werk komen te zitten, kunnen uit die pot putten. Ik vind dat... sociaal, ik vind dat heel solidair. Maar ik zie niet in hoe dat in uw systeem kan. Nou, volgens mij heeft u een beeld van dat er één vorm van herverdeling is. Er is een soort van markt die op een natuurlijke wijze iedereen geeft wat hem toekomt. En dan komt er een overheid en die zegt, weet je wat, we geven die iets meer en die iets minder. Ik denk dat die eerste vorm van verdeling, van welvaart binnen de samenleving, daar gebeurt ook heel veel. Daar spelen heel veel machtsprocessen een rol. Daar spelen allerlei wetten en normen en idealen en ideeën een rol. En die zijn niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend dat allerlei mensen in de top van de kenniseconomie die eigenlijk niks toevoegen, dat die zoveel geld krijgen. Het punt is alleen, ze staan vaak aan het einde van de lopende band. Een heel simpel voorbeeld is een bedrijf als Apple bijvoorbeeld. Ieder stukje fundamentele technologie dat in de iPhone zit, dat is door de overheid gefinancierd, van de GPS tot en met de touchscreen, tot en met het internet, alles is. Alleen het bedrijf dat uiteindelijk alles bij elkaar veegt, is er schat hemeltje rijk van geworden. Dus dat is zo'n voorbeeld van, er zijn allerlei machtsprocessen die ervoor zorgen dat mensen in de eerste verdeling heel rijk kunnen worden. Dus die is niet vanzelfsprekend. Rutger, dat begrijp ik. Ik vraag me nu alleen af, als we het heel concreet maken, er zitten hier veel jonge mensen in de studio. We weten ook, werkloosheidscijfers nemen toe, zijn een probleem, ook een probleem bij jonge mensen. Wat adviseer je hen dan eigenlijk, als het op zo'n
zinvolle job aankomt? Nou, ik heb geen individueel advies. Ik heb wel een advies voor Vlaanderen, want jullie zijn helemaal de weg kwijt hier. Ja? In Nederland ook dan? Ja. In België, in Nederland ook hoor, dus dat is een kleine geruststelling. Maar wat zeg je Dit is geen land in Europa dat zoveel uitgeeft aan het eindeloze trainen en betuttelen van werklozen. Dus de gedachte is heel vaak, jij bent werkloos. Je bent werkloos en dan zeggen we van ja, dat is jouw individuele probleem. Dat is een geval dat je te weinig employability of zo. Je moet wat human capital krijgen. Die krijgen een uitkering, dat is net hetgeen waar u voor pleit. Mm-hmm. Ja, maar in die uitkering worden ze vervolgens eindeloos gestigmatiseerd. En krijgen ze cursussen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het de werkloosheid eerder zal verlengen. Dus u we moeten naar een herdefinitie van werk eigenlijk. Als je naar een basisinkomen gaat, dan wordt zowel betaald als onbetaald werk wordt relevant. En we moeten juist in de 21ste eeuw moeten we veel minder van die betaalde onzin gaan doen. En veel meer van de onbetaalde, echt relevante werk. Er komt een immense vergrijzing aan. Hoe gaan we dat doen dan? Ja. Er moet steeds meer tijd komen voor de zorg voor onze kinderen, voor de zorg voor onze ouderen. Ja, als u het daarmee eens bent, dan zult u ook moeten zijn voor een stevige maatschappelijke revolutie op economisch vlak. Want in het huidige systeem gaat het niet gebeuren. Ja, dus het woord revolutie is toch gevallen. Nou goed, ik ben geen revolutionair hoor. Ja. Maar we kunnen hier wel mee experimenteren. Rutger, ik wou er ook nog aan toevoegen, beste tot het einde bewaard, hè, want met die theorie die je nu verkondigt, het artikel dat je daarover hebt geschreven, ben je genomineerd. Ja, klopt. Ja. Dat hoorde ik vanochtend. Ja? Voor de European Press Prize. Oh, ja, dus blijkbaar wordt er vanuit journalistiek ook wel veel belang gehecht aan die revolutionaire theorie. Ik zei al, ik werd overspoeld van reacties. En echt niet alleen mensen die zeiden van ik werk bij de overheid of zo. Maar belastingaccountants. Juist heel veel mensen die in de private sector werken heel goed verdienen. En zeiden, ja Rutger, je hebt een gevoelige snaar. En ik zit nu een beetje in de midlife crisis dankzij jouw artikel. Weet je wel? Goed, wie heeft er een zin voor? Je hebt een zinvolle job. Ja, je mag het dus zelf definiëren. Ik zeg over niemand. Ja. Dat het, ja. Maar ik denk, alles wat je doet, moet in het teken staan van wat je graag wilt doen. En dat kan zijn dat je dan af en toe eens iets doet wat misschien niet zo tof is, maar als het deel uitmaakt van een plan dat je tot u bij je doel brengt. Ik heb ook dingen gedaan die ik denk van, als ik dit voor de rest van mijn leven moet doen, dan mag het nu wel stoppen. Ja, maar ik wist dat ik het deed. Ik heb geen concrete voorbeeld. Ik denk dat nu gewoon dingen dat je zegt. Ik heb ooit ook gewoon rondgereden als koerier. En ik vond en dat op zich heel. Geklopt. En ik vond dat heel. Dat was een nuttige job. Die moet gebeuren. Mm. Op dat moment dacht ik doe dit. Ik vind dit op dit moment waardevol. Ik heb daar ook heel veel uit geleerd trouwens. Ja. Raar dat het mogen klinken. Maar, en dat was hetgeen wat ik deed, omdat ik geld nodig had. En ik heb dat een tijdje gedaan en ik dacht, ik doe dit, want met dit geld ga ik hopelijk tijd kunnen boeken om te kunnen schrijven, om mijn passie te ontwikkelen enzovoort. Okay. En nu op zich, misschien had het in andere omstandigheden, was ik misschien blijven rijden, had het mij, want ik vond het op zich eigenlijk wel leuk. Oké, dat is een mooi. Ik sluit nog even af, mevrouw Homans. Ja, zinvolle job. Ja, in mijn geval, ik zit in de politiek, is het natuurlijk een beetje moeilijk. Hè? Ja. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om zoveel mogelijk arbeidsvreugde te hebben. En die heb ik. Mm. En ik vind het ontzettend voorrecht dat ik eigenlijk van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. Mm. Dus ja, ik vind mijn job ontzettend leuk. Ja, Josephine? Zeker. Ja? Ja, dat is zeer overtuigend. Ja, wel. En uit het vroegere keurslijf weg. En, ja, ik doe wel mijn eigen ding. Oh, okay. Ja. Okay. En u? Het zou een beetje raar zijn als ik nu ga zeggen, het was een grap, het was allemaal bullshit. Nee hoor, ik heb een buitengewoon zinvolle job. Oké, goed. Laten we allemaal in een zinvolle job blijven, anders ernaar op zoek gaan. En als we er niet in zitten, ons troosten met de gedachte dat er misschien iets anders komt of dat we het anders kunnen investeren. Ik wil jullie heel erg bedanken, Rutger Bregman, Josephine Dalemans, Michael Roskam en Lisbeth Homans.